Hoi Leo, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Ik wilde mijn opnames hier op het prachtige gebied eigenlijk buiten doen aan de zee. Zodat jullie het ruisen van de zee aan de achtergrond horen. Maar het is gewoon te veel mensen die langskomen. En dan moet ik elke keer mijn readingen weer onderbreken die dan nieuwsgierig zijn. Of ik zit op een rots en er komt dan toevallig een hond voorbij gesnuffeld. Dus ik dacht, nou, dan maar binnen. Dan maar binnen. Hele goede vibes gewenst vanuit, wat ik al zei, het zeer zonnige, prachtige Ibiza. En ik weet dat het in Nederland wat minder is. En ja, dat is het Nederlandse weer natuurlijk. Sterrenbeeld Leeuw, wat is er voor jullie op dit moment? Wat is er belangrijk voor Sterrenbeeld Leeuw op dit moment? Oké. Not so much. Sterrenbeeld Leeuw. Vuurteken Leeuw. En het is het vijfde teken van de dierenriem. En wordt geregeerd door de zon. Ja. Spanje is volgens mij ook een leeuwland. Dus je zit altijd goed als je leeuw bent om naar Spanje te gaan. Want volgens mij is Nederland een kreeftland. En Spanje is een leeuwland. Dus Spanje is een... ja, waar altijd de zon schijnt natuurlijk, hè. Oké, sterrenbeeld Leeuw. Wat is er belangrijk voor sterrenbeeld Leeuw? Leeuw, wat ik zie is dat je een beetje... Ik zag net de drie van zwaarden. Teleurstelling. Misschien heb je het gevoel dat er een kans gemist is. Dat je... dat er een kans niet meer openstaat of voorbij is gegaan. Maar niks is minder waar. Het universum zegt dat die kans er nog steeds is. Alleen het heeft te maken met kiezen. Kiezen... voor als dingen zich voordoen. Kiezen als er mogelijkheden voor je opengaan. En jij zegt, nee, ik heb geen tijd. Nee, ik kan nu niet. Het is niet voor mij en dergelijke. Dus ik heb het idee dat hier kansen zijn, Leeuw. Ook bij jou, zeker. En dat jij die daarvoor gekozen hebt om die te laten liggen. Specifiek met één iemand. En ik heb het idee dat je te maken hebt met een onafhankelijk iemand. Iemand met een groot hart. Iemand die ook een bepaalde emotionele intelligentie heeft. Iemand die eigenlijk heel trots is op zijn of haar prestaties wil ik niet zeggen, maar emotioneel happy zijn. En misschien denk jij van ja, dat zal allemaal wel. Maar ik heb het idee dat deze persoon het heel goed met jou voor heeft, Leeuw. Alleen, je hebt altijd een keuzeaspect natuurlijk. Je kunt ervoor kiezen om nee te zeggen en je kunt er ook voor kiezen om ja te zeggen. Soms duurt iets misschien wat langer. Het kan zijn dat deze persoon misschien het eigen pad op dit moment kiest. Maar dat wil niet zeggen... dat de kansen verkeken zijn. En dat gevoel krijg ik een beetje bij jou. Van, ja, oké, het zal wel. Wat ik ook belangrijk bij jou vind, Leeuw, is stop niet met geloven. Met geloven dat er mogelijkheden zijn. Wat ik al zei, kies verstandig. Kies voor jezelf. Kies voor love yourself first. Dus als mogelijkheden zich aandienen, of deze persoon in dit specifieke geval, en jij kiest ervoor om er niet op in te gaan, of wat dan ook, dan is dat heel jammer, omdat de mogelijkheid er wel is. En misschien denk je, ja, maar dat gaat nou niet, want ik moet werken, ik moet dit, ik moet dat, maar het leven is kansen grijpen, Leeuw. En als jij... elke keer als er een kans zich voordoet, en ik zie hier best wel leuke kansen,
dat jij dan zegt, nee, ik heb geen tijd, of ik kan niet, of nee, dat kan nou even niet. En ik snap dat iedereen zijn bezigheden heeft. Ik snap dat iedereen moet werken, dat moeten we allemaal. Maar soms komen er kansen voorbij en dan heb ik het hier over een specifieke kans voor happiness. En die grijp jij niet, omdat je dan de keuze voor iets anders maakt. Maar dat geeft jou dan uiteindelijk ook geen goed gevoel. Dus kijk heel goed als kansen zich voordoen, Leeuw. Waarvoor kies jij? Kies jij om te zeggen, denk je in mogelijkheden of denk je in beperkingen? Laat je dingen onnodig voorbij gaan? Of grijp je die kans als die zich voordoet? En belangrijk is denk ik om te kijken van wat laat ik liggen en waar kies ik voor. En nu zul je zeggen, ja maar ik heb niet altijd een keus. Want de dingen lopen nu eenmaal zo en ik ben bezig en ik heb hier mijn verantwoordelijkheden. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Maar soms komen er kleine kantjes voorbij die mogelijkheden zijn om voor grotere kansen. En uit angst of uit ik ben te druk of iets, laat je bepaalde dingen schieten. En dat is jammer. Dat is jammer, want het universum gunt jou het allerbeste. En ik denk, de persoon waar je mee te maken hebt, gunt jou ook het allerbeste, Leeuw. En ik vind het zelf ook jammer dat jij dan denkt van, oh, de kans is verkeken. Deze persoon is nu weg of deze persoon leeft zijn of haar eigen leven. Maar ik denk dat niks minder waar is. Ik denk wel dat je hier te maken hebt met iemand die inderdaad wel onafhankelijk is en zijn of haar leven leeft. Maar dat wil niet zeggen dat jij dan maar thuis moet zitten kniezen. Dus ik wil je eigenlijk aanmoedigen in deze video om ervoor te gaan, om de kansen te grijpen als ze zich voordoen in de liefde of in het werk. En dat je veel meer vertrouwen mag hebben en veel meer vanuit die vuurenergie risico's durven nemen, ja zeggen, ook al denk je van, oh, maar ik heb nou heel veel dingen hier, ik kan niet weg of zo, toch af en toe zeggen de boel aan de kant en ik zeg ja, ik ga ervoor, yes. En vertrouwen hebben dat het ook een goede kans is, vertrouwen hebben in de persoon waar je mee te maken hebt en niet denken van, ja, nou, het zal wel niet waar zijn. Ik heb er geen vertrouwen meer in, negatief denken. Dus vertrouw je intuïtie en ga voor de kansen die jou aangeboden worden door het universum. Ook al lijkt het soms alsof het geen kans is, maar je moet daarbij veel meer naar je intuïtie luisteren. Want die wijst jou de weg en niet in je hoofd gaan zitten. Oké, Leeuw, ik hoop dat je het gaat doen. Heel veel goede vibes vanuit Ibiza. Mocht je een personal reading willen, dan kan dat gewoon. Want ik werk hier gewoon door. Tijdens mijn strand en fiets en wat ik hier ook allemaal doe, door. Maar bedankt en tot de volgende keer. Doei, doei. Hoi, boogschutter. Dankjewel dat jullie ook weer kijken. Bedankt voor die likes, reacties, etc. Mocht je een personal reading willen, dan zie ik die wel verschijnen via de mail. We gaan nu even de positieve vibes brengen voor sterrenbeeld boogschutter. Wat is er belangrijk? Als jullie maar even mijn uitzicht konden zien hier. Helaas moet ik het omdraaien naar binnen toe, omdat ik anders te veel licht binnenkrijg. En dan zien jullie mij helemaal niet zitten. Dus dat is heel wazig dan. Dus ik heb het nou even zo gedaan. Sterrenbeeld boogschutter, vuurteken boogschutter, negende teken van de dierenriem en wordt geregeerd door de planeet Jupiter. Hoe is het met de boogschutters? Mijn lieve boogschutters, hoe is het met de boogschutters? Boogschutter, wat ik zie is eigenlijk iets waar je geen energie meer in wil steken.
of iemand anders niet. Iets lijkt hier tot een einde te komen. Iets is eigenlijk voorbij. Je hebt zoiets van, ik heb geen enkele zin meer om hier energie in te steken. Of iemand waar je mee te maken hebt, heeft geen zin meer om energie hierin te steken. Dat moet ook niet, want er ligt iets veel beters voor jou. Alleen zie je dat nu nog niet, want het kan zijn dat je misschien hebt gedacht, oh, ik kan er nog meer energie in steken, ik kan het nog een keer proberen, ik kan nog een keer kijken of het lukt. Maar soms weet jij in je hart dat er een sprankje hoop ergens doorheen komt wat in verband staat met het einde. De boogschutter is natuurlijk het teken van hoop, van geloof, van vertrouwen hebben, optimistisch zijn. En Jupiter is natuurlijk jullie planeet en dat is de geluksplaneet en de planeet van optimisme. En met dit einde, boogschutter, hoe cru het misschien ook klinkt, heb jij toch een sprankje hoop. Dat je denkt van, zie je wel, er wacht een nieuwe horizon op mij. Er wacht iets beter voor mij. En alhoewel het natuurlijk een einde is altijd een afsluiting en kan je wat slapeloze nachten bezorgen. Ja, ook jij, boogschutter. En dat je wat misschien wat low in energy bent. Maar jij weet ook dat het universum nooit van niks iets doet. Dus mocht er een einde zijn gekomen of wil iemand ergens geen energie meer insteken, dan wacht jou eigenlijk altijd nog, hoe zeg je dat? Rejection is God's protection. Dus treur niet als er iets beëindigd wordt. Of misschien wel via het gerecht. Ik heb ook het idee dat hier de rechtbank, dus misschien een scheiding of een contractbreuk of iets dergelijks of iets anders. Maar treur niet, want dingen die niet in ons leven passen, worden altijd langzamerhand of snel weggehaald door het universum. Om jou nieuwe energie te geven, nieuwe hoop voor de toekomst. Want achter die horizon ligt voor jou het geluk, ligt voor jou de nieuwe hoop. En ik hoop ook dat ik jou met deze video wat hoop kan geven, omdat je misschien wat low in energy bent op dit moment en dat je zoiets hebt van, ja, dingen die eigenlijk klaar zijn, die moeten ook klaar zijn, want anders kan het nieuwe wat op mij ligt te wachten niet beginnen. En dat is nou juist wat ik hier zie, boogschutter. Hoop voor de toekomst, een nieuwe horizon en nieuw geluk. Last but not least, de ram. Ik heb het een beetje omgedraaid en ik ben met leeuw begonnen, maar ik moest eigenlijk met de ram beginnen. Dus ik moet even kijken. Ik denk dat de ram laatst komt en de leeuw eerst. Want ik heb mijn intro bij de leeuw zitten, dus dat kan ik niet meer veranderen. Sorry, excuses, Ram. Sorry, want jullie zijn altijd het eerste teken van de dierenriem. En ook geregeerd tot de planeet Mars. Oké, we gaan beginnen met sterrenbeeld Ram. Wat is er belangrijk aan good vibes vanuit Ibiza hier voor sterrenbeeld Ram? Wat is belangrijk op dit moment voor sterrenbeeld Ram? Ram, wat ik zie is dat er is heel veel liefde en heel veel goede wil. Er zijn heel veel talenten, er zijn heel veel aanmoedigingen, maar er is ook heel veel koppigheid. En allebei van jullie willen niet toegeven. Niemand wil hier toegeven. Zoals jij niet en de persoon waar je mee te maken hebt ook niet, Ram. Dus de een zegt, als jij mij blokkeert, blokkeer ik jou ook. Als jij niks zegt, zeg ik ook niks. Dus dit kan eeuwig zo doorgaan, hè? Ik weet niet wat er gebeurd is, maar het heeft natuurlijk alles te maken met healing. Healing van een communicatie die moet plaatsvinden. Healing allebei apart misschien. Jij bent aan het healen van iets, maar de persoon waar je mee te maken hebt is ook aan het healen. Dus je neemt allebei je tijd afzonderlijk om te healen. En dan maar te hopen dat
degene die het minst koppig is, ooit het contact weer gaat herstellen. Ja, dat heeft heel veel te maken, wat ik hier zie, is koppigheid. Enorme koppigheid van allebei de kanten. Eigenlijk lijken jullie heel erg veel op elkaar. Er zou wel een soort twin flame connectie kunnen zijn, die ik hier zie. Ja, allebei heel veel liefde, allebei heel veel koppigheid en allebei, als jij mij blokkeert, blokkeer ik jou ook. De twee horens, misschien dat deze persoon ook veel vuur in zich heeft of ook een ramelement in zijn of haar horoscoop. En ik zie letterlijk die horens van de ram in elkaar, met elkaar in conflict. Iemand zal hier dan de volwassene persoon moeten zijn, vroeg of laat. Iemand zal hier dan toch de healing in gang moeten zetten, want anders blijf je in de devil-energie zitten. En dat is toxic, dat is niet goed. Dan blijf je dus in een situatie hangen met z'n tweeën die voor allebei niet fijn is. Dus ik ben heel benieuwd, Ram, maar ik zie wel een bepaalde opening hier. Ik zie hier dat er iemand hier, de volwassen persoon, gaat zijn die de leiding neemt in dit verhaal tussen jullie tweeën. En dat er vroeg of laat wel weer een contact gaat plaatsvinden. Alleen ik hoop dat beide partijen geheeld zijn in deze situatie. Want anders zal dat contact opnieuw leiden tot een toxische situatie. Omdat als je niet geheeld bent, dan zit je weer in het hamsterwiel. Dan ga je met elkaar weer door het hamsterwiel, tot je uiteindelijk allebei geheeld bent en op een volwassen manier kunt communiceren en met elkaar verder kunt bouwen. Tot die tijd blijf je allebei in je eigen hoek zitten en wil geen van tweeën toegeven. Maar ik hoop, als er contact komt, dat er innerlijk werk is verricht, zodat je dus weer verder kunt op goede voet. Ik stuur jullie in ieder geval heel veel positieve vibes vanuit Ibiza. Ook voor de rammen, mocht je een personal reading willen, dan kan dat. Mail me dan. En voor nu hoop ik dat de zon in Nederland ook wat gaat schijnen. Want ik moet natuurlijk volgende week ook gewoon weer terug naar Nederland. Hele goede vibe gewenst en take care. Bye bye.